Deelnemers, start vrij. Het is startvrij voor koers 4, het sprintkampioenschap der verjaardagen met een prijzenpot van bijna 12.000 euro. Zes paarden komen aan de start in deze klassieker voor Nederlandse vierjarige paarden. Favoriet is paard nummer 2, Luciano Lobel, en toch wel een aantrekkelijke quote van 1,40 euro. En we gaan vertrekken over de Amerikaanse mijl, 1609 meter. En de starters gevallen van koers 4 mispassen aan de start van de nummer 4, Lotte Lobel met Hugo Langeweg senior. Als een bliksem uit een pijl aan het boog is vertrokken, paard nummer 5, Lion's Wish met Kees Kammerga. Lion's Wish neemt de leiding voor Lady Effect, die heeft een goede start gehad met Catch Driver Robin Bakker. En daarachter zien we de favorieten nummer 2, Luciano Lobel met op de vierde plek Lexia Boko. Daarachter zien we Louis Monami, inmiddels ook weer aansluiting voor paard nummer 4, Lotte Lobel. Zes vierjarigen kort achter elkaar en ze gaan nu al de laatste ronde in over deze 1609 meter in het sprintkampioenschap der vierjarigen. En Vin Verkijk gaat vanuit het achterveld als eerste naar het tweede spoor met zijn Louis Monami. Leiding is genomen voor paard nummer 5, Lion's Wish. Daarachter zien we de ene, Lady Effect. Op dit moment laat Jaap van Rijn enkele lengtes vallen. Nummer 6, galop, 6 uitgeschakeld. Enkele lengtes vallen met zijn favoriet Luciano Lobel. Inmiddels uit de strijd is paard nummer 6, Louis Monami. Vijf paarden blijven over. En als deze vijf paarden allemaal de finish passeren, hebben ze allemaal minstens 500 euro prijzengeld gepakt. En daar zien we Jaap van Rijn met Luciano Lobel het knuppel in het hondenhoek gooien. Hij gaat naar het tweede spoor en rukt op naar de koploper nummer 5, Lion's Wish met Kees Kammerga. Kees Kammerga in de kleuren van Stal PD, zijn werkgever, won hier de vorige keer de gouden zweep met Kimberly's Wish. Nu is hij in de strijd met Lion's Wish. En hij heeft nog steeds het commando. Daarachter zien we Lady Effect vanuit het tweede spoor komt. Luciano Lobel. Lotte Lobel volgt heel erg makkelijk. En daarachter zien we nog Lexia Boko. Alle vijf paarden dicht bij elkaar. En iedereen is nog kansrijk voor een mooie klassering. En misschien wel een overwinning. Lion's Wish heeft nog altijd de leiding. En Jaap van Rijn vraagt zijn paard voor meer. Dat is Luciano Lobel. Luciano Lobel gaat op dit moment overnemen. Hij klopt al aan de deur van de top van de jaargang met 3 overwinningen in Wolvenga. En dit kan nog wel eens een eerste klassieker worden voor 4-jarige Luciano Lobel. Hij miste vorig jaar het 3-jarige seizoen, maar komt terug voor meer en is dit jaar een klasse apart. Luciano Lobel gaat hier de winnen. De strijd voor plek 2, dat is nummer 1. Lady Effect voor de 4. En heel goed gelopen na die startfout, Lotte Lobel. Voorlopige uitslag 2-1.